rare kruisbestuiving en samenwerkingsverband met wat. Digidex, nou ja, slaapwet, je hoorde net, dat is een hele bekende hit. Hij zat vroeger in een beetje, een DAC of een beetje, een hippocollectief aangedragen, een soort coöperatie. En we gaan even luisteren naar een stukje van wat jij daar doet. Doorhalen, denk je. Nee, maar. Ja, dat is de grap. Dat is precies wat de jongens van de New Trouble Collective net wil. Wil je nog even terughalen, jongens? Dat stukje wat gewoon gesampled is, dus in de Community Dex. Dat is gewoon puur toeval, hè? Klopt, ja, dat was inderdaad. Wat ze aan mij opstuurden om oorspronkelijk te gaan bewerken voor de ref, maar dat heb ik dus niet gedaan. Nee, dat is niet gedaan. Nee. Maar nou lijkt het net of jij echt helemaal in de klassieke wereld zit. Wat heb je met klassieke muziek? Eigenlijk helemaal niks. Moet ik heel eerlijk zeggen. Alleen dat mijn vader vroeger op zondagochtend dan dat opzet op radio. Nog steeds. Dat is echt heel lang geleden, maar in ieder geval dat. Maar hoe kom je dan, of komen jullie dan, want het was echt langzaam gekomen met dat collectief, dus om naar te zetten? Ja, eigenlijk kwamen we dat sampletje gewoon tegen. Het voordeel is van de samples van ouder dan 75 jaar. Dus rechtenvrij. Rechtenvrij samples. Oké, wat we vanavond gaan doen is dus wel degelijk iets klassieks met teksten van jou. En echt ook persoonlijke teksten. Jouw album komt uit, er is een track op, die heet Soms. En dat gaat wel over jou als vader, als muzikant, als... Ja, toch? Klopt, ja. Ja, ja. Nee, maar dat lijkt me zo persoonlijk. En ja, jij hebt al gezegd, wat hoe vind je het? Ja, heel spannend, vind ik het. Maar het wel, weet je, rap is gewoon heel erg geënt op de beat, op het metrum. En dit is, ja, weet je, die tekst die komt zo extreem naar voren nu, dat het wel heel maak is of zo. Er is geen puls, hè? Nee. En als je normaal optreedt, heb je altijd een beat om je achter te verschuilen. Dit is wel, ja, het is maar een slim poppetje. Het is echt, het is er niet. Ik wil ook even een beetje stilte hier in de foyer. Dat is echt een voorstelling van plan, dus ik snap het. Jongens, even stil. Want wat er nu gaat gebeuren, ik zei het eerder al, is echt uniek. De samenwerking tussen de New Trouble Collective en Digidex. Live. Egocentrisch, jawel, dat geef ik toe. Voor mijn minder fans, iemand moet het doen, dus dan doe ik het wel. Ik voel te vaak de angst voor mijn eigen slagen. Bovendien heb ik een kleine maas, die wat tijd wil met zijn eigen vader. Rockster op de vrijdag en de zaterdag. Op de ochtend daarna met te weinig slaap. Als blije vader door ontbijten samen met de kleine avondtafel. Mijn verantwoordelijkheid te dragen vind ik moeilijk, dat is mijn eigen vader. Soms wil ik weg. Geef over mij. Sluit ik me open, laat ik hem los.
is, dan laat ik het los. Dan laat ik het los. Collective en Lingy Dex presenteert soms, althans wel lyrics erover. Hoe heet het? Ja, heel naakt, wat ik al zei. Ik ben best wel eng om... Oh, sorry, ik zal je wel even vragen. En ja, echt een hele nieuwe ervaring. Zoals wat volgens mij een hip-hop term is, ik vond het classic. Dankjewel. En echt, ja, natuurlijk in alle opzichten. Ik check het even met Jurgen van de Mutual One Collective. Nee, maar zullen jullie ook wel in die? Zeker. Nou ja, misschien voor een vatbaar. Echt heel gaaf dat ik het niks meer vandaag heb. Eén keer een applaus voor Dingy Jack. We gaan het betrekken. Het is weer een andere taal. Het is niet Engels, het is ook niet Nederlands, het is ook niet Frans. Wat gaan we horen?